zoete dromen, mijn prinses. Wie is hier? Monster, ben jij dat? Zo eng! Papa! Wat is er gebeurd? Er zit een monster in mijn kast. Ik regel het wel. Ik ben ook bang. Papa zal het verslaan. Ik hoop dat deze vleermuis helpt. Huh? Wow, er is een hele geheime kamer achter de kast. Hey baby, dit blijft tussen ons. Het is showtime voor papa. Hey, hoe komt het dat je hier bent? Nee, nee, blijf van papa's popcorn af. Jordan tas. Hier is een Jordan nachtmerrie. Ik heb het net opgeruimd. Je bent zo slordig. Geef mij popcorn. Ik heb mijn geheime kamer nodig. Juist, je vader is een genie. Welke bouwmaterialen heb ik nodig? Oeps, blijf waar je bent. Waar is dat voor? Dat is wat ik nodig heb. Oh, dat betekent dat ik het ook nodig heb. Dat is het. Ik krijg alleen het hoognodige. Blijkt dat dit alles essentieel is. Oh, hier is het eerste obstakel. Hoe sluip ik langs Mia? Lieverd, help papa. Hou je stil. Sst, ik eet dat niet. Mijn dochter maakt me gek. Zonder jou was het niet gelukt, lieverd. Hier komt het vliegtuig. Hoi, lieverd. Kom op, schat. Doe iets. Ik wil deze havermout niet. Phew, mijn dochter is zo slim. Lieverd, ik ben zo terug. Wat? Baby, waar ben je? Phew, laatste deel. Wat was dat? Nou, laten we beginnen met schilderen. Mijn favoriete liedje. Let's roll! Hey, waar komt dit vandaan? Hoi, pap. Lieverd? Wat? Mijn t-shirt. Maar het is zo leuk. Oké, in dat geval versieren we de hele muur met je handen. High five. En gaan. En nu high five de muur hoger. We zijn een dream team, baby. Wie kan er nog meer handafdrukken maken? Kijk eens hoe het geworden is. Wat een stralende muur. Dat hebben we gedaan met onze eigen handen. Maar wat doen we met deze muur? Jullie kunnen alles doen wat jullie willen. Laten we eerst plakband aanbrengen, zodat we niet ergens anders vlekken opmaken. Oh, er is iets fout gegaan. Help! Papa is in een mummie veranderd. Het is een piramidevloek. Phew, dat is het. Tape. Ik heb je getemd. Ga recht. Maak willekeurig stroken plakband vast over de hele muur. Schilder elk deel apart. Pas op dat je niet over de lijn gaat. Is de verf droog? Dan is het tijd om de tape te verwijderen. Dit is onze lifehack voor creatief muurverven. Lieverd, laat me de afwas doen. Tuurlijk, lieverd. Dank je. Je bent zo zorgzaam. Huh? Lieverd, ik heb alleen een spons nodig. De derde muur zal worden geschilderd met een rechthoekige spons. Doop het in verf en maak afdrukken op de muur. Wow.
We hebben een stijlvolle en zachte bakstenen muur gemaakt. Oef, bakstenen schilderen is moeilijk. Een andere muur is klaar. Pap, wat gebeurt er? Wow, een geheime deur in de kast. Pap, heb je Narnia gevonden of wat? Het is een geheime kamer. Hé, waarom ben jij hier? Hou je stil. Zoon, geen woord tegen niemand. Cool, pap, dat wordt mijn PlayStation-kamer. Dat zou je wel willen. Als je hier wilt gamen, help me dan een stoel te maken van houten pallets. Te gek, heel oldschool. Kom op, stop met trillen. Daar, ik heb je gezien. Je bent nog steeds een jongen. Echte mannen gebruiken een decoupeerzaag. Papa, mag dat? Ik vind het geweldig. Zoon, wat heb je daar? Pap, ik ben klaar. Geweldig. Waar ga je mee aan de slag? Een elektronische schroevendraaier of een gewone? Links. Proficiat, zoon. De gewone schroevendraaier is voor jou. Weer pech gehad. Nu gaan we de hoeken verstevigen met schroeven. Zoon, zeg mij na. Makkelijker gezegd dan gedaan. Mijn schroevendraaier is niet zo snel. Ik ben klaar. Ik ook. De stoel is klaar. Wat denk je? Het is net een troon. Er ontbreekt alleen een tv. Phew, ik ben uitgeput. Is de afstandsbediening kapot? Hé, waar is de tv? Huh? Die stond hier een seconde geleden nog. Is hij weer ontvoerd door buitenaardse wezens? Zoon, breng de tv binnen. Laten we het tapijt neerleggen. Bedek een stoel met een deken. En doe er wat zachte kussens bij. Goed gedaan. Klaar om te spelen? Mam, ik ga naar buiten. Dag! Auw! Jongens! Zoon, veel geluk in de klas. Wat heb je gedaan? Dit is Theo's rugzak. Ga naar school, geef hem de rugzak. Oh, leuke dozen. Wat hebben we hier? Wegwezen, papa regelt het wel. Papa heeft dat niet gedaan. Laten we naar huis gaan. We zullen een sterke vechter van je maken. En veranderen deze plek in een sportschool. Bokshandschoenen. Hoofdband. Springtouw. Zoon, ben je klaar om te trainen? Ga ervoor. Wees als Rocky. Kom op, jongen. Nog 100 te gaan. Goed gedaan. Sneller. Hoger. Sterker. Oh nee, ik denk dat dit niet jouw ding is. Stop met het martelen van je heupbeen. Gebruik in plaats daarvan halters. Niet naar beneden, omhoog. Ik kan je biceps zien groeien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Goed gedaan. Hoe moet een touw mij helpen? Doe wat ik je zeg. Ik ben er helemaal klaar voor. Kom op, jongens. Ga ze pakken. Oh, wie is dit? Watje, ben je nu opgevijzeld? Wat ga je met ons doen? Oh, ik ga hier weg. Dit is gekkenwerk. Mijn mancave is eindelijk rustig en stil. Papa! Papa! Laten we gaan spelen. Kom op, ik kan niks zien. Dit huis is een nachtmerrie. Lieverd,
Oh, ik heb een idee. Ik heb een dweil nodig. Wat? Waar is mijn dweil? Dat is raar. Oh. Ik neem deze ook. Wat? Hoe is dat mogelijk? Wacht eens even. Wat zijn dat voor geluiden die uit de kast komen? 4 dweilen. Mooi. Net genoeg voor mij. Ik maak er een tentframe van. Pak de bovenkant vast. Papa, laten we dit huis roze maken. Papa? Wat verstoppen ze daar in hemelsnaam? Wat? Heb je een geheime kamer? Vind je je tent leuk, lieverd? Oeps, lieverd. Hi. Nou, verrassing. Waarom heeft niemand mij dat verteld? Papa, ik heb een ring gekocht. Dus iedereen wist het behalve mam, toch? Oeps, dat is onhandig. Help me even, lieverd. Sorry, mam. Fijn, zoveel vertrouwen. Dank je, jongens. Wat gaan we nu doen? We moeten de renovaties afmaken. Mam doet mee. Laten we het gezellig maken. En maak een schommel van een basketbalhoepel. Een familiealbum aan de muur. En een geheime huis voor mijn speelgoed. Geheime kamer voor iedereen. Schatje, ik ben thuis. Hé, wat doe je hier in mijn appartement? Het is een monster!